We staan hier vandaag in Sint-Pietersleeuw, waar het Vlaams Belang en de Vlaams Belang jongeren een protestactie houden tegen de rituele slachtingen. De Vlaams Belangjongeren protesteren vandaag tegen de rituele slachtingen. Vandaag worden duizenden schapen zonder enige verdoving gekeeld. En deze rituele slachtingen zijn barbaarse praktijken, gaan in tegen elke vorm van dierenwelzijn en horen dan ook niet thuis in onze westerse samenleving. Een reden te meer om er tegen te protesteren is dat de rituele slachtingen vandaag zelfs ondersteund worden door de overheid en meegefinancierd worden door belastinggeld. En dat is voor de Vlaams Belangjongeren zeker een brug te ver. Het gaat over meer dan rituele slachten. De islamvorp is in totaliteit een grote bedreiging voor onze samenleving. Ik raad iedereen aan om de Koran te lezen. Die staat vol met gruwelijke aanbevelingen ten opzichte van de niet-moslims. En ik denk dus dat wanneer de toestroom van moslims naar onze contreien blijft aanhouden, ze zijn nu al met meer dan 600.000, dat dus een zeer, zeer groot probleem zal worden voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Ik raad dus iedereen aan om die Koran eens ter hand te nemen, om te weten wat er eigenlijk aan het gebeuren staat, als we die evolutie niet omkeren.